Ik ben Jill Huibrechts en dit is mijn dressuurvlog. En dit is mijn moeder. In mijn vlogs geef ik jullie een kijkje in mijn leven als internationaal Grand Prix Amazone. Het is vandaag dag 1, 2, 3. Het is vandaag dag 3. 2, jawel, nee. Dag 3 van de 4. Dinsdag zijn we aangekomen, vrijdag gaan we dag 3. Bij deze goede morgen. Alle mensen, dieren, bacteriën, planten, alles wat op aarde leeft. Organismen. Jill is aan het slechten. En stalgenoot Deborah is ook alles aan het schoonmaken. Dag 3 is alweer van start met vandaag de U25 Grand Prix. Jill moet om 10:54 als vierde. Op dit moment zijn we nog in de stallen. Gaan ze losrijden. Zijn matjes lekker rustig. 5 minuutjes wachten. Voorbereiden liep allemaal goed. Iedereen is hier bezig met vlechten. Voorbereiden op de wedstrijd. Dus we gaan ervoor. We zijn nu in de losrijbaan. Jill is aan het losrijden. En we gaan straks de U25 Grand Prix rijden. Jezus. Wacht het die? Wacht het die? Thank you.
Er is geen spanning, er is niet strak in de bovenlijn, toch? Is het netjes of is het netjes? Twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, negen. Representing Great Britain, fish for the Netherlands, number 404, Gil Huijberg, and Macho Zets. Give them a nice hand. The Macho Zets by Russo and Rossi for fifth place, and a score of 69.233. Good morning. Good morning. Morning. Het is vandaag de laatste dag. De dag from the cure to music. Vandaag wordt de kuur gereden. We zijn met voer in handen. We zijn onderweg naar stal. En het is super vroeg. We hebben lekker thuis geslapen. Het is vandaag een bijzondere dag, want Jill heeft vandaag 10 maanden met een vriend. Niet met hem, maar met mijn vriend. Even voor de helder, voor de opfrissing van alle bokkers. Vandaag vanmiddag om 5:03. Is het kuurmuziek? Is kuur. Als één na laatste moet ik starten. In de hoofdbaan mogen we, daar lopen we nu langs toevallig. Ze zijn ondertussen nog aan het trainen. Straks gaan we ook straks gaat Jill baan verkennen. Onderweg naar de hoofdbaan om even baan te verkennen met hem, met zijn macho. We doen dit keer gewoon aan de hand. Dat is een keer even een andere plan van aanpak. Even met zijn rabodekentje op, het is nog best fris. Het is best een beetje mistig en een beetje raar weer. Walking around the arena, rond de hoofdbaan, de Samacho, baan verkennen, iedereen ondertussen. Iedereen is hier, daar is de voorgevel, chill met Samacho. Daar zijn de andere banen, ring 2 waar we gisteren hebben gereden, ring 3. En hier is nu iedereen aan het rijden. Even een rondje stappen. Zodat hij een beetje locatie kan verkennen. Iedereen is hier heel fanatiek bezig. Voor de kuur vanmiddag. Dus dat is goed voor de paarden. En daar staat moeders. Vindt hij leuk?
Zijn macho heeft ook vriendjes gemaakt met zijn buurman. Bluff van Deborah. Ze staan naast elkaar, ze kunt heel goed met elkaar vinden. Ja. Vriendjes. Handgebaar voor pas. We zijn nu aan het soundchecken. Kijken of de muziek goed staat. Voor straks voor de kuur op muziek. Enzos wordt weer gelongeerd. Vrijheid is blijheid. En we zijn er klaar voor. Zometeen de U25 Grand Prix Freestyle. Met The Macho Z. We gaan ons best doen. Lekker dansen. Hij blinkt helemaal, is er helemaal klaar voor. Dus we hebben er helemaal zin in. Onderweg naar de losrijpiste. Met trainer, aanhang, hele hut. Jill is aan het losrijden. Dat is één en laatste. Ik ga gewoon bij de A staan. Karin is er aan het helpen. Karin, Retra. Met Carla. En haar boyfriend voor de morele steun. Achter is die aan het rijden. Thank you.
Nou, we zijn aan het alles aan het inpakken. Kuur ging heel goed. Dus we waren eigenlijk wel echt super tevreden. En meer kunnen we er niet van maken. Resultaat staat was 71-3 volgens mij. En ja, we zijn nu een spullen aan het inpakken. Morgenochtend, zaterdagochtend, komt er een telefoontje met verlossende woord. Dus we hebben net ook een veterinaire keuring gehad. Onder leiding van Jan Greven, dierenarts. En ja, we gaan het zien. En we gaan nu alles inpakken en dan gaan we lekker naar huis. We zijn op dit moment aan het inpakken. Vrachtwagentje, karretje. En zometeen gaan de paarden erin en dan gaan we lekker terug naar stal met de paarden. En dan zijn we klaar. Het is inmiddels de day after Roosendaal en ik sta hier met Evans Enzo's Armani. Dat is trouwens wel grappig. Daarin op de achtergrond staat Jari met Macho. Enzo's naam is eigenlijk dus opgebouwd uit 3 onderdelen. Evans is van het bedrijf, van mijn vader. Enzo's, zo is heet hij, al vanaf hij geboren is. En Armani is eigenlijk van mijn pony, mijn eerste pony, waar ik echt heel succesvol mee was. Ben ik iets van 4 keer Nederlands kampioen mee geweest. En ja, toen hij verkocht werd, had ik daar best wel zwaar mee. Omdat hij, ja, hij heel veel voor mij betekende, maar hij is verkocht naar Australië. En van dat geld hebben we dan Enzo's gekocht, of kunnen kopen. En als soort van ja, aandenken aan Armani heb ik toen Enzo's Armani van gemaakt. Vond ik wel mooi. En ja, dus hij draagt die naam met heel veel trots. Als aandenken aan Armani. Hopelijk gaat hij het net zo goed doen in de toekomst als Armani. Maar dat even terzijde. We staan hier dus de day after Roosendaal. En er is een hoop gebeurd natuurlijk. Ik heb 2 observaties achter de rug. We hebben keihard voor gevochten. Maar we zijn helaas reserve geworden. Dus we zitten niet in het EK-team. Maar ja, eigenlijk zijn we toch wel heel blij en trots dat we toch bij de beste 5 van Nederland horen. Nou ja, dus heel blij en trots. En ik heb ook echt wel veel geleerd, zeg maar, van deze wedstrijd. Om ook weer echt te pieken op dit niveau in 2 belangrijke wedstrijden. De concurrentie was natuurlijk best wel zwaar, dus we hoeven ons niet te schamen. En we gaan dinsdag naar het trainingskamp. Het is nu zaterdag. Dus we hebben nog een paar dagjes om even rustig aan te doen. En dan is dinsdag trainingskamp. Dan mag ik als reserve ook mee. En dan krijgen we nog een proefgerichte clinic van Mariette Sanders. En daar hou ik ook al uiteraard bij op de vlog. Dus dat kunnen jullie ook allemaal weer meemaken. En verder sta ik hier eigenlijk op het terrein van mijn trainster. Het is echt een heel mooi terrein. We zijn in Nuenen. Daar staan mijn paarden nu, want ja, er is echt een hoop gebeurd. Ondertussen ook tussen die zware wedstrijden door. We hebben de paarden verhuisd naar mijn trainster omdat ze bij ons op stal asbest moesten verwijderen. Het dak ging eraf, we krijgen een nieuw dak. En ja, eigenlijk hebben we toen voor gekozen om van 2 weken geleden te verhuizen. Omdat het anders te veel stress zou opleveren voor de paarden. En dat wilde ik eigenlijk niet, zeg maar, met de voorbereiding voor het EK. Dus daar hebben we dan voor gekozen. Maar dit is wel 40 minuten rijden. En nou ga ik nog steeds 2 keer per dag hierheen. Dus het is best zwaar. Maar ja, ik heb wel heel fijn kunnen trainen met Karen ook de laatste weken. Voor de EK observaties. Dus... En daardoor heb ik ook echt hele fijne proeven kunnen rijden op de observaties. En hebben het echt goed afgesloten voor ons gevoel. En nu gaan we weer eigenlijk ja, toch nog even de trainingskamp, zeg maar, meemaken. En dan daarna gaan we ons echt weer richten op de toekomst. Richting de Grand Prix met Macho en Enzo's. Die nu steeds die boom zat op te vreten. Die, ja, die gaat natuurlijk ook weer in de lichte tour mee. En daar wil ik steeds meer routine mee gaan krijgen. Omdat ja, hij moet straks ook wel een beetje aan de bak. Omdat hij natuurlijk nu 7 wordt. Dus dat is het plan. En ik hoop dat jullie ondanks de versnipperde beelden toch nog een goede indruk krijgen van de voorbereidingen en wedstrijden die ik allemaal rijd. Dus daar wil ik het even bij laten. En dan zie ik jullie weer op het trainingskamp. Ik had ineens een superleuk idee voor het trainingskamp.
Ik ga op het trainingskamp een Q&A houden met mijn teamleden die wel naar het EK gaan. Heb je nou vragen voor of Maxime van der Vlist, Anne Meulendijks, Stephanie Kooijman, Danielle Houtvast of voor mij? Stel ze dan hieronder onder het filmpje en wij gaan ze beantwoorden op het trainingskamp. Dat was hem. Tot de volgende keer. Vergeet je niet hieronder te abonneren.